We staan voor maatwerk en we willen daadkrachtig optreden. Dat is het in een notendop. Ja, de directe aanleiding bestond uit een bijeenkomst van collega's met een arbeidsbeperking. Die hebben in overleg met de stedelijk directeur de urgentie aangegeven van de situatie waar ze dagelijks mee te maken hebben. Dat is een situatie waarin eigenlijk heel weinig samenwerking is tussen verschillende disciplines om oplossingen te verzinnen, voorzieningen te regelen. Denk aan koffieautomaten die op een verkeerde hoogte staan. Denk aan werkplekken die onvoldoende op maat zijn te brengen. En de stedelijk directeur die zei van ja, nou moet er iets gebeuren. Die heeft met vuist op tafel geslagen. En wij hebben toen zelf de handen ineengeslagen om in teamverband te kijken van hoe kunnen we het best samenwerken. Dus hoe kunnen wij die oplossingen zo snel mogelijk realiseren. En dat is samen met de medewerker waar het om gaat. Dat is één. En in een interdisciplinair team. Dus alle disciplines gelijktijdig bij elkaar samen praten over die oplossing. Nou, heel bijzonder aan Maat en Daad is dat we een zelfsturend team zijn. Dat is eigenlijk de kern van Maat en Daad. Er is geen leidinggevende, we doen het met elkaar. En door die insteek is er ook een soort enthousiasme en een wilskracht om werkelijk dat doel te bereiken om die collega te helpen. We zijn collega's die collega's helpen, dat is heel belangrijk. We zijn geen instituut. De gedrevenheid van de mensen die erin zitten, hè, die erin werken. Ze hebben allemaal een behoorlijke drive om dingen voor elkaar te krijgen. Dus denk aan de oplossing en denk aan de collega en denk niet aan de belemmeringen. Dus er wordt heel erg gedacht vanuit de oplossing. En dat maakt het heel fijn om daarin mee te werken. Dingen gaan wel eens mis en dan ga je kijken van hoe kunnen we het anders doen en hoe kunnen we het toch bereiken. Dus steeds dat stapje verder dan je eigenlijk alleen zou doen. Nou, de dossiers die we doen, dus de collega's die we helpen. We hebben echt een aantal collega's geholpen met dat maatwerk wat ze nodig hebben. We moeten niet in details treden, maar dat is gelukt bij een aantal collega's. Dat vinden we een grote overwinning. Maar we bemoeien ons ook met de processen. We zijn dus niet alleen met collega's bezig om te helpen, maar we kijken ook van, goh, hoe zouden we bepaalde processen kunnen beïnvloeden binnen de gemeente om het ook structureel goed te krijgen. En dat is op een paar fronten ook gebeurd. Dat is gelukt. Dusdanig dat er ook echt in verbouwingen rekening wordt gehouden met ideeën die vanuit Maat en Daad zijn aangedragen. En dat is echt een overwinning. Wat ik heel erg hoop voor de toekomst is dat wij een beetje overbodig worden. Omdat wij de processen hebben beïnvloed en het in de organisatie geborgd is dat maatwerk mogelijk is. Dat daar ruimte voor is. En voor onszelf denk ik dat wij nog heel veel invloed kunnen uitoefenen. Dus ik denk dat wij nog onszelf heel lang nuttig kunnen maken. Dus naar die toekomst kijk ik ook zeer uit.